België en Rwanda werken al jaren samen in de gezondheidssector. De gezondheidssector blijft een van de belangrijkste sectoren van de bilaterale samenwerking. In het kader van deze samenwerking hebben we met de Rwandese overheid afgesproken om een districtziekenhuis te bouwen in Nyarugenge, een van de 3 districten van Kigali. En specifiek werd geopteerd voor Nyamirambo, een van de oudste en meest dichtbevolkte wijken van de stad. Het districtziekenhuis zal op termijn een bevolking van ruim 300.000 inwoners diensten verlenen. De Belgische financiering van 1,5 miljoen euro liet toe om een eerste fase te bouwen. Een ziekenhuis met 120 bedden en operatiezalen, dat volledig gebouwd is en uitgerust is naar de meest moderne standaarden. Wat maakt dat dit vandaag een van de modernste en best uitgeruste ziekenhuizen is. Het ziekenhuis, de bouw en de uitrusting is afgerond in januari 2020, te midden van de COVID-crisis. En dat maakte ook dat de overheid beslist heeft om dit ziekenhuis tijdelijk een specifieke rol te geven als nationaal COVID-behandelingscentrum. We hopen dat deze pagina van de internationale pandemie snel kan omgedraaid worden en dit ziekenhuis terug zijn normale rol kan opnemen als districtziekenhuis ten voordele van de bevolking van Nyarugenge.